Hoi, super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe Sims 4 aflevering. Er gebeurt gelijk iets heel erg spannends, want Mila is aan het bevallen. Oh my god. Oké, ten eerste, ik heb hun appartementje een beetje aangepast. Daar ga ik zo allemaal wel verder op in. Ik denk dat we gewoon als eerst moeten gaan bevallen. Ik ga meestal naar het ziekenhuis, maar vandaag ga ik gewoon een keertje hierheen, want ik heb dus al een heel kinderkamer klaarstaan. Ik ga gewoon lekker thuis bevallen, lekker in de eigen omgeving. Oké, Joey, ga erheen, want je kind komt eraan. Oh my god, het komt eraan. Het kindje van Mila en Joey. Mila wordt ook weer tienermoeder, want ze is nog tiener uiteraard. Nou, perse meid, kom op. Ik hoop eigenlijk op een jongetje, omdat ik zoveel meisjes heb gekregen. Het is een meisje, nee! Nou ja, het is niet erg, maar ik heb zoveel meisjes gekregen. Met Jasmine kreeg ik ook alleen maar meisjes. Met Emily kreeg ik een meisje. En nu krijg ik weer een meisje. Ik krijg alleen maar meisjes. En ik weet geen meisjesnamen meer. Oké, misschien iets heel anders dan ik normaal zou kiezen. Maar ik ga dus voor Nora. En ik ben natuurlijk normaal van de Engelse namen. Maar je kan het ook wel op zijn Engels zeggen. Dan is het meer Nora. Maar in Nederland is het natuurlijk gewoon Nora. Maar goed, Nora Cooper. Ik vind het op zich wel leuk staan. En het is weer een keertje wat anders, denk ik. Dus ik ga gewoon voor Nora. Ja, ik weet het. Oh, we hebben dus geen tweeling gekregen. Ik vind naam altijd zo lastig. In het begin denk ik altijd van, is het wel een leuke naam? Maar dan uiteindelijk, ja, je went er dan ook alweer aan. Maar goed. Ik zag net zo'n vampieren-icoontje trouwens, toen ze beviel. Maar we kunnen toch geen vampierenkind hebben? Want ja, dat kan gewoon letterlijk niet. Oh jeetje, moeten we gelijk maar eventjes gaan voeden dan? Ja, ik weet niet wat er is. Maar jullie zagen het ook toch? Toen ze beviel kwam er zo'n vampieren-icoontje. Maar is dat kind een vampier dan? Dat lijkt me niet. Dat lijkt me heel raar. Want Mila is zelf geen vampier. En Joey ook niet. Maar goed, de baby is er. Oh my god. En ik denk dat we vandaag ook gelijk dan de verjaardag van Mila moeten gaan vieren. Want die wordt nu jong volwassen. Dus ze is echt maar heel kort tienermoeder geweest. Maar ja, dat maakt natuurlijk helemaal niet uit. Hoe is het met Joey? Oh, die komt letterlijk niet kijken naar zijn kind. Die gaat gewoon lekker doperwten zitten eten. Nee joh, doe maar. Ook niet echt aardig of zo. Nou, oh, Mila heeft het koud. Jeetje. Nou, Joey, ga jij eens eventjes naar dat kind toe, want er is van alles aan de hand. Hier, de luier moet verschoond worden. Praat even lekker tegen Nora. Oké, Mila die gaat zich eventjes aankleden, zodat het een beetje koud. Ja, we hebben hier niet zo'n temperatuurmeter. Als we dat hebben, kost het natuurlijk ook al best veel geld. En we hebben nou eenmaal niet heel veel geld, dus ik weet niet of ik dat ga doen. Dan moet ze maar even kou leien. Ja, we hebben ook niet heel veel geld voor eten. Ja, we hebben nu 2000. Ik heb het even op 2000 gezet, want ik heb dus wel wat geld gecheat om even dit huis mooi te maken. We nemen gewoon hier wel even wat van cornflakes. Het is gewoon gratis. Maar dit is nu dus het huis. Ik heb het deels uit de galerij gehaald. De inrichting een beetje ter inspiratie. En deels ook het zelf gedaan. Ik heb deze babykamer helemaal zelf gemaakt. En voor de rest, ja, heb ik het dus een beetje uit de galerij gehaald. Want dan was ik lekker snel klaar. En we hebben hier nu dus twee kamers. Want dit was eerst één grote slaapkamer. Maar het zijn nu twee kamers. Dus een computer slash hobbykamer. Kamer van Emily. Mila en Joey. En de kamer van Nora dan. Nora heeft gewoon een grotere kamer dan de ouders, zie ik nu. En hier zit ook een deur naar het balkon. Maar die ziet er heel raar uit. Ik weet niet waarom. Oh, de deur doet het ook helemaal niet. Laten we dat er maar even oplossen. Doet hij het nu wel? Volgens mij wel. Ja, oké. Op het balkon staat trouwens verder nog niks. Ik kan er misschien iets van een leuk bankje neerzetten. Misschien ook een barbecue. Kunnen we in de zomer barbecuen? Maar ja, het is nu toch winter, dus dat heeft allemaal geen haast. Het is nog heel erg vroeg, dus ik wacht nog even met mensen uitnodigen voor de verjaardag van Mila. Wat ik wel even wil doen, is een baan zoeken met haar. En ik had het idee, omdat ze natuurlijk al bezig was met schilderen en zo in het vorige huis, wil ik daar eigenlijk wel wat verder mee doen. Ik wil het liefst freelancer worden, maar ik weet dus niet zeker of we een freelance carrière kunnen beginnen met schilderen. Dus dat ga ik even checken. En anders kunnen we ook een normale kunstenaar worden. Want, oh wacht, ze is nog tiener natuurlijk. Dat kan helemaal niet. Nee, oké, dat wordt toch eerst een verjaardag vieren. Want ja, ze kan nu nog geen baan kiezen natuurlijk. Oké, nou dan gaan we maar eventjes een taart maken. Hopelijk kan ze dat een beetje.
Ik wil een keer een andere taart dan altijd chocoladetaart. En die heb ik ook wel een keer gemaakt. Kokoscake. Ik weet niet zeker of ik daar nou ook kaarsjes op kon doen. Op sommige kon je geen kaarsjes doen. Zoals de wintertaart volgens mij. Daar kon dat niet op. De honingtaart kan het niet op. Die kan ik ook helemaal niet maken. Nou, dan wordt het toch weer een chocoladetaart. Die is ook, ook het goedkoopst. Dus ja, veel keus is er niet. En Joey zit lekker in zijn onderbroek op de gang hier. Een beetje ongemakkelijk. Ja, kleed je dan gewoon even aan. Maar wie is dit? Oh, dit is een tiener. Jeetje, die ziet er veel oude, een stuk ouder uit. Dacht dat hij hier woonde of zo. Maar blijkbaar is de tiener. Nou ja, hij kan hier dan nog steeds wonen. Nora ligt in ieder geval lekker te slapen. Joey hoeft vandaag niet te werken, dat is fijn. Dit kan even weg. Hebben we nou trouwens geen vaatwasser? Nee. Oké, okay, nou dat moeten we misschien dan nog even doen. Dat is wel handig. Waarom zijn verjaardagskaarsjes eigenlijk $10? Echt super duur. Maar oké, de taart is er. Dan ga ik nu gewoon even de mensen uitnodigen. Even kijken. Sammy die kan wel komen. Ja, ik kan natuurlijk niet iedereen uitnodigen, want de band is nog niet heel goed tussen iedereen. Aurora. Nou ja, ik weet niet of die persoon hoeft te komen. Yara kan in principe wel komen. Jasmine natuurlijk. Emily lijkt me niet zo'n goed idee. Ik kan voor de rest niet Jessie uitnodigen. Dat is weer een beetje jammer. En Mason ook niet. Nou ja, misschien kan dat straks nog. Ik hoop het maar. Voor nu nodig ik dan hun allemaal eventjes uit. Iedereen komt langs. Nou, misschien kan Joey nog die andere dan uitnodigen. Dat kan misschien wel. Jamela, zou ik die uitnodigen? Die had ik niet uitgenodigd, toch? Nee. Oh, kijk, hij kan Mason wel uitnodigen. En, oh jeetje, wat dramatisch. Even kijken, ja, Jessie kan ik nog steeds niet uitnodigen. Nou ja, dan komt Jessie niet. Een beetje jammer, maar de rest komt er als het goed is dus wel aan. Wie staan hier allemaal? Allemaal buren staan voor de deur of zo. Oh, we hebben ook weer een welkomstcomité. Daar zit ik toch echt helemaal niet op te wachten. Ja, sorry hoor. Ik ben net mijn verjaardag aan het vieren. Moet ik al die mensen ook weer uitnodigen? Nou ja, dan wordt het in ieder geval wel lekker gezellig. Heel veel mensen. Oh, kijk nou. Jessie belt. Om bij te kletsen. Nou ja, dat kan. Maar je kan toch ook gewoon langskomen? Ik wil gewoon dat ze langskomt. Nou, we hebben ook een lekkere vruchtencake gekregen. Hartstikke lekker. Bedankt. Wie gaf dat eigenlijk? Maarten volgens mij. Nou, het is een gezellige, drukke boel hier. Echt ontzettend veel mensen zijn er ineens. Zullen we maar gewoon als allereerst even de kaarsjes uitblazen? Hebben we dat in ieder geval gedaan? Zo, hopelijk komt iedereen dan even naar binnen en gaan ze het even gezellig met me vieren. Joey komt er in ieder geval wel aan. En dan gaat ze de kaarsjes uitblazen en dan wordt ze een jong volwassene. Wat gaat de tijd toch ontzettend snel, hè? Oh, kijk, er wordt al confetti afgestoken. En ze is jong volwassen. Oh, ik heb als doel nu nog academicus voor haar. Maar eigenlijk wil ik dus iets met kunst nu gaan doen. Nou ja, dat kan natuurlijk. Dan doe ik als eigenschap denk ik ook creatief. Want dat past er natuurlijk het beste bij. Ja, dan ben ik ook lekker snel mee klaar. Emily heeft Mila een cadeau gestuurd. Oh, en Stefan ook. En Sammy ook. Nou, dat is nog eens lief. Oh ja, Stefan is er ook helemaal niet. Die kon ik ook niet uitnodigen. Wat is dan mijn brievenbus? Geen idee. In geen één brievenbus zit er iets voor mij of zo. Ik denk dat dit hem is, maar nou, ik weet het niet. Het zal wel. Beetje jammer. Oké, wie is dit allemaal? Oh, hij is heel goede vrienden met die Diego. De post is bezorgd. Oh, daar wordt lekker, dat gedaan. Kijk, alle post. Oh, dit is onze brievenbus toch wel. Oké, nou dan gaat Joey even de post halen. Hallo mensen, doe daar eens rustig aan. Oh, er komt daar eens een vrouw uitgelopen. Nou, wie zit er dan nog meer in dit huis? Zit hij in zijn eentje? Oh ja, te doen zo. Joey heeft alles uit de brievenbus gehaald. Wacht, zat dit al in de brievenbus? Al het vuurwerk en zo? Oh ja, dat is van het festival. Dit hebben we wel gekregen, denk ik. Een diamant of zo. Een robot hebben we denk ik gekregen. Nou, die kunnen we dan wel eventjes hier neerzetten. Oh, waarom zijn al deze mensen... Oh, die zijn allemaal boos door die buren natuurlijk. Nou, even op de deur kloppen dan maar. Of ze daarmee willen stoppen. Er kwam ook letterlijk net een kind naar binnen lopen. Die denkt ook dat hij thuis komt. Mam en papa, doen jullie nu? Nou, niemand doet open. Dan gaan we maar op de deur rammen. Nou, Mason staat er weer voor. Mason, ga eventjes uit de weg. Hupsakee, rammen op die deur. Dat is helemaal gek geworden. Nou, nu moeten ze toch wel stoppen. Oh ja, gelukkig maar. Oké, wie komt er naar buiten? Oh, deze vrouw. Faya, maar die liep net het huis uit. Kan die teleporteren of zo? Denk het. Nou, prima. Ze is in ieder geval gestopt. Jeetje, het is echt druk. Oh, Emily! Of Yara bedoel ik? Oh, ze zit gewoon mijn hele huis te verpesten. Is ze gek geworden? Kan ik daar letterlijk niks van zeggen? Nee, dat moet Jasmine... Nee, dat moet Emily doen, maar die is er niet. Oh, wacht. Joey kan er natuurlijk wat van zeggen, want dat is de vader.
opvoeden, recent gedrag bestraffen, streng, vertellen om geen rommel te maken. Is dat kind helemaal gek geworden? Ja, inderdaad, dat mag je zeker niet doen. Helemaal gek geworden. Nou, dan ga ik er ook meteen beïnvloeden om schoon te maken, want dat ga ik toch zeker niet zelf doen. Hier, beïnvloeden om rommel op te ruimen. Je maakt zelf zoveel troep, je gooit helemaal kleed onder het verf, het gaat er nooit meer uit. Maar toch ga je het maar lekker schoonmaken, meid. Zeg ze nou nee? Oh, ze is heel boos ook, hallo. Ik ben heel boos. Ben je helemaal gek geworden? Hier, dat kind gaat ook ineens huilen. Nou ja. Oh, ze is nu speels. Nou, misschien gaat ze dan nu wel opruimen. Oh, Jasmine die gaat naar Nora toe. Ah, oh, nou de oma is dat natuurlijk. Nou ja, ze heeft het nog steeds niet schoongemaakt. Jasmine heeft het ook niet helemaal goed opgelost. Ik ga er maar even naartoe dan. Oh, gaat deze random vrouw nou mijn kind zitten? Nee, dat vind ik wel een beetje raar. Eva. Oh, ik weet niet wat ze doet. Nee, dat vind ik een beetje raar. Ga daar maar even weg. Oké, het is weer goed gekomen. Nora huilt niet meer. Kunnen we wel eventjes knuffelen? Oh, ze ging net slapen. Nou, sorry. Volgende keer beter. Wat volgende keer beter? Ik vind deze Eva een beetje creepy. Ik weet niet wat ze allemaal voor rare dingen doet. Ze was bij het kind allemaal raar te doen. En nu zegt ze ineens volgende keer beter. Oké, okay, nou de buren gaan er allemaal weer vandoor zoals je ziet. Zit hier nog één iemand. Diego. En Yara is er natuurlijk nog. Yara die gaat gewoon niet schoonmaken. Nou dan moet ik het toch zelf maar weer doen. Ja, ik ga natuurlijk niet dat verf op de kleed laten zitten. Dat is ook helemaal niks. Gefeliciteerd met je verjaardag. Thanks, Emily. Super lief dat ze toch nog aan me denkt. Nu kan ik wel natuurlijk even een baan zoeken. Dus zal ik dat dan maar eventjes meteen gaan doen. Oké, eens even kijken. Want je hebt natuurlijk gewoon de kunst, carrière of zo. Of schilder heet dat gewoon. Maar volgens mij, ik denk dat je het ook wel als freelancer kan doen. Dus dat wil ik eventjes bekijken. Ja, kijk, dan kan je een digitaal kunstenaar worden. Ik weet niet of dat precies hetzelfde is, maar dat zullen we zien. Is dat niet meer dat je zeg maar een soort grafisch ontwerper wordt? Dus dat je kunst maakt op de computer in plaats van op een schilderij? Dat denk ik wel, maar goed, ik ga het gewoon proberen. Freelance kunstenaar, en wat moet ik nu dan doen? Wat kan ik allemaal kiezen? Oh ja, kijk, hier heb je wel gewoon allemaal het schilderniveau voor nodig. Nou ja, dan vind ik het prima. Maar inderdaad, je gaat hier dus niet echt kunst maken, maar meer dingen als een portret van iemand of een rechtbanktekenaar. Dat is natuurlijk dat je van die criminelen gaat tekenen in de rechtbank. Of wat kun je nog meer doen? Splash art voor laadscherm. Logo ontwerpen. Nou, allemaal dat soort dingen ga je dus maken. Dat is hartstikke leuk. Zal ik dit gewoon maar als eerste doen? Een portret van een politicus? Neem ik dat lekker aan? Oh, ik heb dit volgens mij ook nog nooit gedaan. Je kan ook allemaal andere dingen doen. Referentiebeelden bestuderen. Oké, okay, nou zullen we dat eens doen dan? Ik denk dat ze nu gewoon even gaat kijken hoe die politicus er dan uitziet. Daarna moet ze een portret op het schetsblok schilderen. Oké, okay, maar het schetsblok, wat is dat dan? Oh, is dat niet die gekke tablet die Stefan ook wel eens ineens uit zijn zak toverde? Volgens mij is dat het schetsblok. Denk het wel, maar goed, daar zullen we dan achter komen. Wel gezellig dat Yara er nog steeds is. Ze vinden het denk ik leuk hier. Eigenlijk moeten we even een logeerbed of zo ook voor haar hebben. Dan kan ze hier ook gewoon blijven logeren. Dat is natuurlijk ook wel gezellig. Oh, is ze er al klaar mee, joh? Oh ja, oké. Okay. En nu moeten we dus op het schetsblok gaan schilderen. Zal ik die dan maar even aanschaffen? Ja, het is inderdaad die tablet die Stefan ook af en toe had. Oké, okay, nou dan leg ik die eventjes ergens neer. Zo, dat kostte me wel weer veel geld. We houden er niet veel over. Maar ja, het is natuurlijk een investering. Als het goed is gaan we er weer geld uithalen natuurlijk uit ons werk. Dus wat moesten we dan doen op het schetsblok? Portret schilderen, oké. Okay. Portret. Oh, dat kost ook nog eens $100. Maar hou ik er dan wel genoeg geld aan over? Ik krijg 175. Oké, okay, nou ja, dan hou ik er nu nog niet echt geld uit. Want die tablet was 750 of zo. Dus dat is best wel duur. Maar goed, uiteindelijk ga ik er wel geld aan verdienen. En we kunnen natuurlijk ook gewoon normale schilderijen maken en die verkopen. Dus dat kan ook. Ze is nu al klaar, volgens mij. Het gaat echt super snel. Dus we kunnen het portret al laten goedkeuren. En ik denk als het dan is goedgekeurd, dan krijgen we ons geld al. Dus in principe kost dat niet heel veel tijd. Is dit het portret? Oh ja, maar dat is toch geen portret? Wacht, ik wil er even naar kijken. Oh my god, ze moet een portret maken voor een politicus en dan maakt ze dit. Mila, dat is toch geen portret? Oké, okay, nou ja, ik ga het toch gewoon ter goedkeuring naar de klant sturen. Ik denk niet dat ze het goed vinden. Dit werk voldoet niet aan onze kwaliteitsnormen. Het moet bewerkt worden voordat je het opnieuw probeert in te dienen. Oei, schilderijen kunnen bewerkt worden op het schetsblok. Boeken kunnen bewerkt worden. Oké, okay.
Nou, dan moet ik er toch weer aan gaan werken. Afgewezen materiaal bewerken. Ja, het portret. Nou ja, dat ga ik niet nu doen. Dat doe ik even dan een andere keer wel. Maar ja, ik ging er al vanuit dat het niet goed was. Want dat kan natuurlijk niet. Mila en Joey zitten eventjes gezellig op de bank. Waar zullen we eens eventjes over kletsen? Even een diepgaand gesprek voeren. Misschien kunnen we straks nog even met z'n tweeën ergens heen. We hebben hier achter natuurlijk allemaal leuke dingen. We hebben hier ook die club. Dus daar kunnen we misschien even heen. Hier is ook nog een soort festival. Of is dat nu dicht? Volgens mij is dat nu dicht. Maar ja, dan kunnen ze samen wel eventjes naar die club of zo. De Factory is dat volgens mij. Ik vind dat wel een hele leuke club altijd. Klagen dat het ijskoud is. Ja, nou ik zit te twijfelen of ik toch wel een thermostaat moet nemen. Maar dan worden de rekeningen wel weer duurder. Ja, dat kunnen we eigenlijk niet betalen. Dus eigenlijk moeten ze zich gewoon warmer aankleden. Oké, we gaan even lekker naar de Factory. Ook al is Mila super moe. Ze zorgt maar even dat ze niet moe is. Ook super erg, hè? We hebben net een kind gekregen. Ze is net bevallen en dan gaat ze nu alweer naar de club. Dat is natuurlijk wel een beetje raar. Maar goed, wat hebben we te verliezen? Niet zoveel. Nou ja, we hebben ons kind te verliezen, maar dat zal vast niet gebeuren. Zo, we zijn er hoor. Ik vind het echt nog steeds een leuke club. Zou er zelf ook wel heen willen. Maar ja, dat kan al, weet ik veel, hoeveel maanden of jaren niet meer. Goed, laten we eventjes lekker samen gaan dansen. Kijk eens hoe mooi ze er allebei uitzien. Mila heeft er super mooie feestoutfit aan. En Joey zijn, nou ja, een beetje formele outfit. Maar ook wel feestoutfit. Wel een lekker feestje zo, toch? Hartstikke gezellig. Wie is er nog meer? Even kijken, ken ik deze mensen nog? Dit is Vicky. Oh, Emily is er. Oh, oké. Oh, ik ga Joey er naartoe laten gaan. Ze is wel echt nog steeds super boos. En ze kijkt ook heel boos. Dus ik weet niet of we ermee kunnen praten. Wat zou ik doen? Excuses aanbieden? Ze is ook heel gespannen. Ik vind het wel interessant om nu alweer een beetje het goed te maken met Emily. En dat Joey langzaamaan toch erachter komt dat hij Emily nog steeds wel heel erg leuk vindt. Aanvaardt ze het? Volgens mij wel. Maar goed, ze zitten nu gewoon even nog normaal te praten. Hij heeft ze excuses aangeboden voor alles wat er gebeurd is en wat hij gedaan heeft. Ik denk niet dat Emily hem zo makkelijk vergeeft, want het is wel heel erg natuurlijk wat hij heeft gedaan. Maar ja, je ziet het ook, het is echt knalrood. Dus dat gaat echt nog heel lang duren voordat het überhaupt een beetje goed is. Maar het is een begin. In de tussentijd is Mila nog aan dansen. Oh kijk, Stefan is er. Nou, dan kan zij eventjes gezellig met Stefan gaan praten. Mila is nu gewoon letterlijk net zo oud als haar vader. Dat is wel echt super gek. En dadelijk is zij dus ouder dan haar vader. Echt wel raar. En Stefan is nog steeds in zijn vampierenvorm. Hij wordt nooit meer normale sim of zo. Ik weet ook niet waarom hij dat niet doet. Hij heeft er blijkbaar geen zin meer in. Nou ja. Oh, Joey is in slaap gevallen. Oh, letterlijk hier op het bankje. Oké. Erg vreemd. Nou, ga eventjes naar Emily toe, joh. Die zit hier helemaal in haar eentje. Hier, we gaan even met Emily dansen. Nou, hij staat nog een beetje op afstand. Hij durft nog niet zo dichtbij te komen. Snap ik ook wel. Oh, ze voelt zich nu beduust. Oh, kijk, er komt alweer groen aan. Er komt alweer groen aan. Nou, dat is sowieso goed. Dan kunnen ze in ieder geval weer een beetje normaal met elkaar vinden dadelijk. Ze hebben natuurlijk ook samen een kind. Dus je moet wel normaal met elkaar kunnen communiceren, sowieso, vind ik. Maar dat liefde, nou, dat gaat echt nog wel heel erg lang duren voordat dat weer een beetje naar het groene toe gaat. Maar het is ook wel interessant als Joey er dus, ja, weer achter komt dat hij Emily nog best wel leuk vindt. En dat Emily uiteindelijk, ja, ook met andere jongens begint te daten, zeg maar. En dat Joey daar dan weer jaloers op wordt. En dat het helemaal weer een drama wordt. Ja, ik zie het al helemaal gebeuren. Goed, Mila heeft het wel gezellig volgens mij met Stefan, toch? Ja, ze zitten hier lekker samen op het bankje te kletsen. Alleen moet Mila eigenlijk wel echt slapen. Dus moet het wel een beetje gaan afronden, dit gesprek. Oh, nou, hij gaat er ook nu vandoor. Nou, dan kan Mila in ieder geval naar huis toe. Kan ze ook weer naar de baby toe, die daar gewoon lekker nu alleen thuis zit. Dat kan echt niet eigenlijk. Of nou ja, die is naar de kinderopvang waarschijnlijk, maar toch. Zo, wat een gezelligheid hier, joh. Kijk, nou, totaal niet coronaproof. Maar goed, het is wel hartstikke gezellig. Kan het in het echt maar weer. Wat gaat Joey nou weer doen? Nepbeeld thee maken? Nee, we gaan helemaal niks maken. Wat een gezelligheid. Wie is hier allemaal? Deze mevrouw heeft mooi haar. Hoe heet ze? Lainani of zo. Macy, die is er ook weer. Ook gezellig. Oh, Joey is even aan het kletsen met deze jongen. Lion McKell. Oké. Nou, misschien kunnen ze wel vrienden worden. Joey heeft ook nog steeds niet echt vrienden of zo. Oh, huh? Wat is er met Nora's huidskleur gebeurd? Huh? Ze is ineens heel donker, maar ze had een hele lichte huidskleur. Hè? Wat is daar gebeurd? Oké, nou, ik ga maar even naar huis toe, want dat is gek dat dat ineens zo is. Nee, hier is ze gewoon weer, heeft ze gewoon weer een witte huidskleur. Oh, maar wat gek staat het nu nog steeds daar dan, ja.
Dat is echt heel apart. Hier is ze donker en hier is ze wit. Nou ja, in ieder geval, het zal wel. We zullen er vanzelf achter komen wat haar huidskleur is als ze peuter wordt. Want meestal als baby's kloppen de huidskleuren nog niet echt. Pas als ze echt peuter worden, dan zie je pas vaak de echte definitieve huidskleur, zeg maar. Dus daar zullen we vanzelf achter komen. In ieder geval, ik denk dat Joey ook maar gewoon gaat slapen. Eten doen we in de ochtend wel weer. Ja, we hebben het in ieder geval iets beter gemaakt met Emily. De liefde nog niet, maar qua vriendschap wel. Dus dat is goed. Nu gaan wij lekker slapen. En natuurlijk weer bedankt voor het kijken. Druk op het duimpje omhoog als je het leuk vond. Vergeet je niet te abonneren. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!